Vanavond bij ons Kirsten de Vrede van de Partij voor Dieren, Martin Duit van Student en Stad en Martijn van der Veen van de Sportpartij. Beginnen we maar bij de dame natuurlijk. Waarom zou iemand moeten stemmen op de Partij voor de Dieren? Ja, dat is een hele goede vraag en het is mooi dat die aan de orde komt. De Partij voor de Dieren is natuurlijk de enige partij die opkomt voor alle levende wezens en niet alleen voor een bepaalde groep mensen. Daarbij focussend op wat toch vaak korte termijn financiële belangen zijn. Wij willen zorg voor alles dat leeft en we willen dat niet alleen. We willen daarbij niet alleen kijken naar wat er hier in Nederland gebeurt, maar wat er planeetbreed gebeurt. En niet alleen nu, maar ook voor in de toekomst. Dus we willen dat al die zaken worden meegenomen bij beslissingen. Oké. En de sportpartij, waarom zouden we daarop moeten stemmen? Omdat Groningen, niet alleen Groningen overigens, maar daar gaat het nu natuurlijk om, heel veel kansen laat liggen wat ons betreft op het gebied van alles wat sport raakt. En wij denken dat door het inzetten van sport op heel veel beleidsterreinen ook heel veel winst te boeken valt. Niet alleen financiële winst, maar ook bijvoorbeeld gezondheidswinst. En dat zou toch zeker een reden moeten zijn om voor ons te kiezen. En waarom op Student en Stad? Omdat we de enige lokale progressieve partij zijn. Met andere woorden, we zijn er specifiek voor de stad en we willen de stad vooruit helpen in plaats van achteruit. Dat is waarom je op Student en Stad zou moeten stemmen. Kijk, en dan hebben we natuurlijk heel veel specifieke onderwerpen waar we voor staan. Een van de belangrijke punten, en dat kan ik bijvoorbeeld halen uit het feit dat wij een rondje langs de 7 grootste studentenverenigingen daar hebben. Maar dat is duurzaamheid. Dat we daar zoveel mogelijk op inzetten als stad en wat mij betreft voor oplopen binnen Nederland, binnen Europa, binnen de hele wereld. Dat we laten zien hoe het kan, laten zien hoe het moet. Daarom moet je bij Student en Stad zijn. Oké. De Partij voor de Dieren die heeft zich recentelijk nogal druk gemaakt om de Zuidelijke Ringweg. Mm-hmm. Waarom? Waarom? Nou, het is een miljoenenproject. Hè. Het is begroot aanvankelijk op 650 miljoen euro. En als je dan kijkt wat er met al dat geld gebeurt, ja, dan is dat buitengewoon bedroevend. Wij hebben daar zeer grote vraagtekens bij. Waarbij het niet alleen zo is dat het project betreft, maar in het bijzonder ook de communicatie van in dit geval de bewindslieden, de coalitie. Want die is er namelijk in onze beleving helemaal niet. Sterker nog, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, werd de dag voordat men op reces ging, werd de boel dicht gegooid. Ja, dat vinden wij geen pas. En dat sluit ook eigenlijk aan bij een van onze speerpunten, een sportieve wind. Eerlijk zijn en helder zijn en communiceren, fouten terug durven te koppelen en toegeven. En niet helemaal op zijn beloop laten. Dus dat ben ik helemaal met mevrouw de Vrede eens. En wat vindt Student en Stad? Kijk, we gaan natuurlijk toe naar een toekomst waarin we heel veel elektrisch gaan rijden. Waarin auto's ongetwijfeld zelfstandig zullen gaan rijden. Dus ook dat moeten we ondersteunen. Zo simpel is het. Nou, dat is natuurlijk wel toekomstmuziek. En nee, ik denk maar dat is toekomstmuziek die veel dichterbij is dan je denkt. En dat is waarin ik denk dat sommige partijen heel naïef zijn. En dat vind ik heel jammer. Maar laten we zeggen, de sportpartij, wat is nou voor jullie een belangrijk punt eigenlijk? Wat ons frappeert is dat er bijvoorbeeld voor cultuur wel een locatiehaalbaarheidsonderzoek komt. Er is gisteren of vandaag volgens mij in de Raad ook een initiatiefvoorstel gedaan over de jeugdzorg gaat het dan, die ons ook aan het hart gaat. Allerlei onderzoeken, maar never voor sport. En waarom is dat? Wij willen eerlijkheid op alle gebieden. En wij missen dat. Waarom geen haalbaarheidslocatieonderzoek voor een topsporthal, wat dat dan ook is, met onderwijs, met gezondheidszorg, zo breed mogelijk. Waardoor je je als stad ook positioneert en integratie van de grond krijgt. Wij snappen niet dat dit college daar geen oog voor heeft. Meneer Duit, de raad, u zit daar al een tijdje in als fractiemedewerker, dus u bekijkt dat van dichtbij. Denkt u nou dat er veel mensen zijn die raadsleden kennen en die weten wat de raad doet? Nou, als ik kijk naar de studentpopulatie, dan zeker. Wij hebben veel contact één op één eigenlijk met onze achterban. Zo zitten we elke maand met 5 tot 7 grote sportpartijen of sportpartijen. Ik ben wel heel erg meegetrokken in jullie. Heel goed. Met grote studentenpartijen zitten we om tafel. En daar zijn we mee aan het sparren, mee aan het kijken wat kunnen we nou doen, welke kant kunnen we op, wat is voor jullie belangrijk, hoe kunnen we daar als gemeenteraad op aansluiten. Maar ik heb soms inderdaad het idee dat dat niet bij iedereen met hun achterban gebeurt. Nou, we moeten de dorpen in, denk ik. Ik denk dat we ook op locatie moeten gaan vergaderen.
Hè, een keer een gemeenteraadsvergadering in Ten Boer. Misschien moeten we dat vaker doen. Misschien moeten we dat ook in Haren doen. Ja. En misschien moet je ook weer overgaan tot het verstrekken van gemeentelijke informatie op papier. Dus via de gezinsbode bijvoorbeeld. En niet alleen digitaal. Ik denk dat veel mensen daar toch, dat het veel mensen niet bereikt. Oudere mensen, digitale informatie. En zeker nu met de herindeling denk ik dat het belangrijk is dat je die drempel zoveel mogelijk wegneemt. Ik heb ook de geluiden gehoord als politieke nieuwkomer dat de opkomst matig zal zijn. Ja. Nou, dat is in feite wel het ergste wat natuurlijk de democratie kan overkomen. Dus iedereen moet naar de stembus en wat men daar dan ook beslist. Maar het schijnt inderdaad zo te zijn dat mensen weten het niet, ook door de datum, de herindeling, daar ligt nog wel een taak voor ons, hè, alle partijen en ook misschien geholpen door de media in dat opzicht, door jullie op dit moment. Ja. Nou, maar er ligt zeker een taak voor onszelf, dat we inderdaad heel duidelijk maken dat er verkiezingen zijn. En hoe zit het nou met de studentenstad? Hoeveel zetels gaan jullie halen? Ja, de prognose van Maurice de Hond inderdaad, daar hadden we het net over, die zei 2. Ja. En het leuke is, 4 jaar geleden zei de prognose van Maurice de Hond 0. Ja. Toen haalden we de 2. Nu staat hij op 2, dus ik zeg wij halen de 4. En dan in een college of... Als we die mogelijkheid krijgen, absoluut. Ja, ik denk dan, dat het na 25 jaar wel eens tijd wordt dat ook de jongerenpartij zich daarin laat horen. En dan over links? Echt die stad op streeptouw gaat nemen. En dan over links? Over links of over rechts, dat is mij om het even. Zolang we maar met die stad vooruit gaan en een progressief beeld laten zien. Oké, okay, en hoe zit dat bij de sportpartij dan? Nou, ik kan heel snel rekenen. Wij krijgen dan dus sowieso 2 zetels als ik jouw rekensom volg. Ja, goed. En over links of over rechts. We hebben een raad straks van 90. We houden toch af en toe wat sporttermen halen we erbij. Als die voorzet op de spits maar komt, dan maakt dat ons niets uit. Ja, 2 zetels. Nou, dat lijkt mij ook een hele bescheiden uitkomst eigenlijk. Ik denk dat als we kijken naar wat onze winst de laatste jaren is geweest op provinciaal gebied, maar natuurlijk met name de 5 kamerzetels die we nu hebben en de grote hoeveelheid zetels die we op dit moment in den landen zeg maar bezetten. En hoe het met de laatste gemeenteraadsverkiezing is gegaan, dan denk ik dat we toch wel minstens op 3 of 4 zetels zullen uitkomen. Oké. Okay. Bedankt. Als u meer wilt zien, 19 november vanuit het Forum, samen met het Dagblad van het Noorden, organiseert Oog Radio een live debat.